Wat doet dit? Oh, dit verandert waarschijnlijk de lichtshow die we hebben. Goeiedag beste kijkers van Dutch Game 17 en weer gek dat je kijkt naar een te gek dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van The Witness. Ik heb trouwens de Tetris puzzel gevonden, maar ik wil jullie nog even laten zien voor de mensen die het gemist hebben. We hebben dat schermpje omgedraaid. En het leuke is aan het verhaal is dat ik de hele part bezig ben om dit te fixen. En dit heb ik uiteindelijk zo gefixt. Maar dan kom je niet verder dan dat paneeltje erboven. En ik denk dat je daar omhoog moet staan om de reflectering te kunnen zien. Daar kunnen we nu nog niet komen. Maar ik hoop dat we daar met andere puzzels wel kunnen komen. Want je hebt hier genoeg. Bijvoorbeeld hier heb je er ook weer een. En dit is Tetris. En Tetris is toch wel een spelletje dat ik eigenlijk... een soort van haat- en liefde verhouding tussen mij en dat Tetris. Ik begrijp het namelijk nooit zo goed. En ik weet ook niet of we hier het balletje moeten fixen. Kijk, dit klopt dan niet. Deze is echt pittig. Ik denk trouwens dat we de tower gewoon lekker als laatst moeten gaan doen. Dit wordt echt mij te crazy. Wow, wat is dit nou weer dan? Jeumig. Hier leer je niet dat Tetris. Dat is echt totaal niet aan de orde, zeg maar. Dit hebben we al gehad. We gaan gewoon een kant op. Kijk, het ziet er zo mooi uit, jongens. Vier lasers. Ook eentje komt echt van een totaal andere richting. Zoals die gele. Dat is best wel cool. Elke laser heeft zijn eigen kleur ook. That's pretty damn nice. Die reflectering altijd, jongen. Oei, 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 zo mooi. Oei, oei, oei. Zo mooi. Zo mooi. Oei, oei, oei. Wat kunnen we dan doen? Ik weet niet eens welke kant ik op moet lopen. Kijk, hier ben ik toch al geweest, of niet? Dit is wel echt een dicht bebost gebied. Ja, dit is het begin van de game. Holy cow. Dit hebben we allemaal gehad, lijkt mij. Like my. We gaan gewoon een kant op. We gaan richting die Chinese tempel. Is dat niet een coole plek om naartoe te gaan? Hey, wat zie je trouwens? Can we play another game? Like this? I don't know if I know this. But I hope it is. Dat ik het goed doe. Ik doe het sowieso niet goed. Want dit wordt zo. Let maar op. Oh. Ballen. Ja, ik snap er geen kut van. Ik snap er helemaal geen kut van. Ik ben benieuwd wat er in die container ligt eigenlijk. Maar daar komen we later wel een keer achter. Oké, deze hebben we dus gedaan. De vorige part. En gaan gewoon die kant op. Fuck die Chinese tempel. We gaan naar nieuwe gebieden. Want dat verdienen jullie. Zoals hier. Hier ben ik nog niet geweest, jongens. Interessant. Interessant plekje. We kunnen nog verder langs het strand. Oh, dan heb je daar die hele... Die hele ding. Wat is dit? Hier zitten gewoon mensen te chillen. Lekker handdoekje erbij. Hoppakeetje. Oh, dat is langzaam draaien altijd. Ik hoorde trouwens een leuk verhaaltje. Kom ik even tussendoor hoor. Ik hoorde laatst dat mensen echt ziek werden van dit spel. Doordat het beeld is een soort van tunnelvisie. Je hebt niet echt een heel breed beeld. En het langzame draaien zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van misselijk wordt. Dat is wel een grappig verhaaltje. Mensen zijn echt ziek geworden en de game developer... Wow, what the fuck. De game developer is ook... op weg met een patch, zeg maar. Dit is echt een ideale plek voor die laser. Die kan er zo in één keer heen. Wat doet deze man? Kan ik iets met deze man doen? What the heck? Hij doet iets hiermee. Palmboompie. Die kan hier niet zoveel. Dit is echt... een plek waar niks gebeurt. Geen puzzeltjes. Geen gekke dingetjes.
strandje, privéstrand, prima. Dit is dan weer een soort van moeras of zo, naast de beach. We gaan gewoon een lekker strandwandelingetje maken, jongens. Wat dachten jullie daarvan? Lekker chillen, lekker gezellig. Hier zijn we ook al eerder geweest. Ik zie er wel een puzzeltje. We kunnen ook hierheen. Dit is een soort van de jungle. Met één grote fucking boom in het midden. Met een kassie. Oh, dit is ook een mooie plek hoor. Hier ligt een puzzeltje op, die boomstam. Hoe kom ik bij die boomstam? We gaan op onderzoek uit. Dit is een soort van explorer part doen we weer. In plaats van al die kutpuzzeltjes die in dit spel zitten. We gaan gewoon even lekker rondlopen. Kijk, daar heb je die... Hoppakee. Daar heb je die tempel, die Chinese tempel. Ik kan soms mijn zin in niet afmaken. Waar kun je over die boomstam heen? Hier niet. Ik heb gelukkig nog geen panda gezien, want het stikt hier van de... Oh, kijk eens. Kijk eens aan. Wat zie ik daar nou liggen, joh? Wat is dit? Heb ik nou iets gespot, gewoon? Zie ik daar nou een kassie? Hoe kom ik daar dan? Ben ik daar langs gelopen of zo? What the fuck? Je weet ook van die vogeltjes en zo. It's wel nice. It's really dope. Maar waar moet ik heen, jongens? How to hack. Zo. Misschien weinig puzzel, maar veel exploren, jongens. Dit kan ik waarderen. Warderen. Ja, ik snap wel wat mensen bedoelen met dat motion sickness. Ik heb er zelf niet snel last van. Maar ik snap wel dat mensen er last van kunnen hebben al naarmate je lang speelt. Ik heb geen puzzel gezien gewoon. Ik liep net voor mij gewoon langs een puzzeltje. Als we die nou even konden oplossen. We gaan gewoon de draad volgen. Want er moet wel wat te puzzelen zijn natuurlijk. Kunnen we hierheen? Ja, we kunnen hier... Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Wat is dit voor een rare puzzel? Nou, er zijn niet heel veel antwoorden mogelijk. Kijk. Oh, kijk hoor. Ja. Ik heb deze geleerd op puur geluk. Ik heb niet eens gekeken naar wat, maar omdat er heel weinig mogelijkheden zijn, dacht ik van, nou, oké. Okay. Maar, waarom heb ik deze goed? Waarom is deze van boven naar beneden? Moet ik in de omgeving kijken? Je hoort ook van die vogeltjes en zo, echt zo'n soort van jungle geluidje. Het is wel nice. Kijk, deze bijvoorbeeld. Moet ik naar dat bord eronder kijken, is dat het? Moet ik op het geluid letten? Is dat een ja-vogel? Denk het niet. Hij doet nu niks. Ik denk niet dat de vogel... iets uitmaakt. Dit zijn crazy puzzeltjes. Kan ik hier wat mee? Nope. Waar gaat het helemaal heen, jongens? Where is this going? Hier eentje. Ik wil even kijken waar het heen gaat. Oh, damn. Allemaal puzzeltjes. Allemaal leuke computerschermpjes.
En dat gaat dan hierheen, denk ik. En hier komt dan een of andere groot gat in de boom. En dan kun je in de boom, net als in Zelda, de Deku Tree. De Deku Tree. Ik snap niet waarom ik deze goed heb. Teach me game. Teach me how I have this. Nou, die vogel heeft er niks mee te maken. The bird has nothing to do with it. Dit is ook voor mij een totaal nieuw puzzle element die ik gewoon nog niet zie en niet snap. Moet ik naar de bomen kijken achter mij? Even bij deze puzzel checken. Nou, lijkt me niet. Ik zie daar niet echt een verband tussen. Oh, kijk eens aan. Weer zo'n rare puzzel met een... met zo'n pijltje. Wat doet dit? Ik heb er nu al 3 opgelost. Ik heb nog steeds niet het idee wat het nou doet. Waar gaat het heen, jongens? Where is this going? Oh, this is going to this. Maar jongens, weten jullie het misschien? Zet het in de comments. Dan gaan wij gewoon verder naar het volgende stukje. Weet je, dan niet spel. Dan gaan we gewoon lekker verder. Ik had niet verwacht dat deze let's play zo groot zou zijn. Het zou komen door mijn domheid. Het zou ook komen doordat de moeilijkheid van de game gewoon super hoog ligt. Vooral het puzzelelement gewoon super hoog ligt. Deze lijkt mij op zich te doen. Dit moet eentje zijn die wij kennen. Maar afsluiten zou ik deze afsluiten. Ja, doen we gewoon boeien. Boeien, we hebben scheid. Ja, er zijn meer mogelijkheden goed. Waar de fuck zijn we, man? Wat is dit voor een plek? Wat zijn dit? Mijn ogen worden ook met... Het is zo fel ook. Zo'n felle kleur. Ik zie daar puzzel inderdaad. En we gaan steeds verder en gaan we omhoog. Een soort van vitrinekast of zo. Ik heb geen idee. Wat is dit? Ik denk dat we de kleurtjes van elkaar moeten scheiden. Lijkt mij te doen. Zoals je ziet. Ze worden natuurlijk lastiger op een duur. Op ten duur. Kijk, dat gaat gewoon prima. Niks aan de hand. Nothing on the hand. We got this. Oh, deze is wel wat moeilijker. We hebben ook niet iets wat we weg kunnen halen. Dat is jammer. Ah ja, piece of cake. Piece of cake. Lekkere cake. Gewoon lekkere cake. Deze sluit ik ook zo meteen af. Zo van, jij doet niet meer mee met het spel. Jij mag niet. Oké, dan zijn deze twee met elkaar verbonden. En dat willen wij niet. Nee. Maar gaan we hier even een lijntje tussen trekken, toch? Je weet wat ze zeggen. Oké, dan doen we het zo. Ben ik het zat. Nu ben ik het zat. Nu moet je ophouden. Nu moet je ophouden, spel. Toch maar zo dan. Anders houdt het niet op. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Oh, ik dacht dat het er 5 waren, maar dat is natuurlijk niet zo. Die dingen klappen open. Hoppakee. Kijk, dit vind ik... Ik moet eerlijk zijn, jongens, met jullie. Ik vind het leuke puzzeltjes. Deze kan ik... deze handle ik nog, zeg maar, met normaal. Oké, je trekt er gewoon meteen een lijn doorheen. Hoppakee. Oh, deze zijn niet afgesloten. Nou, ik weet hem al, denk ik. Het hoeft niet. Gewoon zo. Hop. 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 Kijk. Kijk, Jan. En hier eigenlijk denk ik hetzelfde bijna.
Die zijn... Waarom heb ik opeens zoveel moeite met deze? Die ging net nog zo lekker. Dan moet die andere moet toch... kunnen. Goed kijk naar die andere. Dan is het gewoon zo. Klopt dit? Oh, wat? What the heck? Gewoon gefixt. Opeens had ik hem. Opeens heb je dan zo'n geniale ingeving en denk je... wow, even laten bezinken. En opeens heb je hem gewoon. Klopt gewoon niks van. Kut mindfuck spel. Het maakt je hele brein dood, ik zweer je. Het maakt je hele brein dood. Oh, kijk eens al. Nee. Nee, zeker niet. Oh, dit is balen gek. Dit zou hem kunnen zijn, toch? Ik zit in de buurt. Ik voel het aan mijn water, jongens. Ja. Ja hoor. Kijk hoe lekker puzzeltje. Gewoon gefixt. Dan gaan we dit deurtje openmaken. Wow, dat is wel een... wow, dat was een best raar effect. Even kijken wat hierboven zijn voordat, is, voordat we verder gaan. Wow, dat is wel een coole plek hoor hier. Ben ik hier nog wel aan toe? Ben ik hier al aan toe? Dat is het meer. Ben ik hier al wel aan toe? Dit lijken net van die bakplaten lijkt dit net. Deze puzzels blijken moeilijk te zijn. Heb ik gehoord. Geen idee. Nee, ze zijn wel lastig. Vooral omdat hier geen enkel fucking blokje ruimte zit. Waardoor je er gewoon even lekker omheen kan. Zoals hier. Dan moeten we hier wel omheen zo. En daarmee moeten we eindigen denk ik. Zo. Dan hebben we dat geregeld. Maar daar moeten we dus nog niet heen. Oeh, ga je dit doen? Oh, what the fuck? Oh, jullie sneaky bastards. Dit zijn de werkelijke kleuren, jongens. Ik ben hier gewoon in het ootje genomen. Hoe gaan we? Kan ik vanaf hier... Nee, dat kan niet. Oh, maar dit is pittig. Vier rode aan... even kijken, hoe gaan we hem doen? Moet ik hem even in mijn hoofd, moet ik hem zeg maar een soort van berekenen. Hoppa. Nou, hoe ziet deze eruit? Oké, jongens. Ik heb hem gefixt. En weet u hoe? Ik keek dit door dit schermpie. Totdat ik het al raar vond dat dit scherm zo'n beetje gek bewoog. Met die kleurtjes en zo. En toen ik hier doorheen keek. Had hij ook weer totaal andere kleurtjes. Ik ben gewoon een kaart erin getuimd. Kijk, deze werkt. Kijk, deze werkt niet. Hij werkt wel, maar. Daar hebben we weer een ander kleurtje voor nodig. Kun je ook beide schermen. Ja, zie, dan krijg je een nog ander scherm. Ah. Is dit hem dan? Het zou wel heel tof zijn. Die. Let's try it. Zou dit hem zijn? Yeah! Yeah, we moeten dus spelen met die kleurtjes, jongens. Kijk, en er gaat een deurtje open. It's purple. Bloemetjes. Wat doet dit? Oh, dit verandert waarschijnlijk de lichtshow die we hier hebben.
Er verandert helemaal niks aan het licht, ja. Wow, het is hier echt pikken donker. Het is het een interessante plek, jongens. Holy shit. En kijk dit. Er zit ook een filter overheen. Je werkt met filters. Dat is wel heel cool. De ene keer moet je dat ding naar beneden halen en dan weer omhoog. Ik denk dat het zoiets werkt. Ah, kijk, zie je, die werkt niet zo. Dus dan moeten we dit weer naar beneden halen. Zou het zo te werk gaan? Zullen de kleurtjes veranderen? Ja, kijk, de kleurtjes veranderen gewoon. Fucking vet. Oh, wat? Hoe ging die nou? Oh, nu is het opeens wel compleet. Oh, dat zijn witte, man. Die zie je bijna niet. Wow, wat is dit voor een zieke plek. Het is zo fel. Neon lichten overal. Man. Hey, dit is de laser. Ik zie alleen geen puzzel verder, dus we moeten nog even verder. We kunnen hier omhoog naar beneden. Laten we even naar beneden gaan. Boe! Wat is dit, man? Jemig. Oh, dit hebben we allemaal gefixt. Hier liepen wij net. Oh, dat is fel. Oh, we gaan omhoog. Oh, dat had het ding juist naar beneden ging, maar wij gaan juist omhoog. Ja, maar dit heb ik net met de trap gedaan. Oh shit, man, het heeft ook echt tering veel verdiepingen. Oh, look at this. Elke verdieping heeft een andere solution, omdat de kleur anders is. Oh, wat ziek. Ik wil toch even kijken, hoor. Dit is wel echt heel vet. Kijk, en hoger kom je niet. Omdat je daar niet met de trap kan... Oh, wat ziek. Jongens, we gaan de volgende keer verder. Ik bedank je voor het kijken. Geef me een blauw duimpje en abonneer op het kanaaltje. Facebook, dit staat in de beschrijving. Vergeet dat niet te checken. En dan zie ik jullie volgende keer bij een andere aflevering van The Witness. Later, jongens.